Dan ben je huisarts. Normaal heb ik 10 minuten, krijg ik nu 7 minuten. Ik zal het proberen zonder te haasten. Bruikbare wetenschap voor de dagelijkse praktijk. Dat lijkt heel logisch, maar het is heel moeilijk, denk ik. En ik wil met dit praatje, eigenlijk samen gaan kijken hoe kunnen we ervoor zorgen, met een aantal aanbevelingen, dat we ook echt die interventies die we ontwikkelen in de praktijk terechtkomen. Ik heb een beetje gespleten persoonlijkheid en dat is niet heel gevaarlijk, maar ik ben de helft van de week huisarts, de andere helft van de week ben ik onderzoeker. En op die manier, vanuit die dubbelrol heb ik eigenlijk de overtuiging dat, we twee dingen moeten doen om die wetenschap de praktijk in te krijgen. Enerzijds kwalitatief en kwantitatief onderzoek doen en ten tweede publiceren in de journals die de artsen ook lezen die in de spreekkamer het werk doen. Ik wil jullie meenemen aan de hand van 3 onderwerpen die we met Maastricht hebben aangepakt de afgelopen jaren. En daar is het ons geluk om die wetenschap echt de spreekkamer in te fietsen. Dus ik wil jullie graag die 3 projecten laten zien in 7 minuten. Het eerste project is hoesten. Jaarlijks komen 1 miljoen mensen bij hun huisarts voor hoestklachten. En 80% van de antibiotica in dit land worden voorgeschreven door huisartsen, zoals ik. 80% daarvan is voor hoestklachten. En 80% van die kuren, daar weten we eigenlijk zeker van dat die eigenlijk vrij weinig doen. Hoe komt dat dan? Waarom doen huisartsen dat? Waarom doen wij dat? Nou, enerzijds is het voor ons vaak lastig om te bepalen hoe gaat het die patiënt vergaan. Krijgt hij toch niet een longontsteking en wordt hij toch niet zieker? Aan de andere kant is het ook zo dat de patiënt eisen heeft en vragen heeft en die wil snel beter worden. En een consult duurt alleen 10 minuten, dus een recept is heel snel geschreven. We hebben interventies ontwikkeld, 2 waren er dat. Ten eerste een communicatietraining om vaardigheden te ontwikkelen om dat moeilijke gesprek met patiënten aan te gaan over antibiotica. En ten tweede hadden we een sneltest, een vingerprik, waarbij je de huisarts binnen enkele minuten kon bepalen of er een ernstige infectie was, ja dan te nemen. Wat deed dat dan? Nou, bij een normale dokter, een normale huisarts, lopen ongeveer 7 van de 10 patiënten met een kuur naar buiten, met een hoesklacht. Als we die interventies testen, bleek dat duidelijk minder te worden. De dokters die de communicatieve vaardigheden toepasten, schreven 33% van hun patiënten een kuur voor. Dokters die sneltest gebruikten, die vingerprik, schreven 39% van de patiënten een kuur voor. En dokters die beide deden, nog maar 23%. Dat is een enorm verschil, daar hoef je geen statistiek voor te doen. En wij waren daar als onderzoeksteam heel blij mee en allerlei instanties en tijdschriften ook. En het kwam ook in de richtlijn terecht. Maar wij vonden dat niet genoeg als onderzoeksgroep. We dachten, we moeten meer. We moeten weer met die mensen rond de tafel gaan zitten, met de dokters, met de patiënten, kwalitatief onderzoek doen om te kijken, hoe krijgen we dat nou die spreekkamers in? Hoe kunnen we dat implementeren? Want uiteindelijk is het natuurlijk zo, van die spreekkamers die u hier zo meteen ziet, daar hebben we er 8000 van in dit land. En in onze studie deden er maar 70 mee. Dus we vroegen die dokters, hoe wil je dit gaan gebruiken in je praktijk, zodat het de komende jaren ook echt iets gaat opbrengen. En gek genoeg zeiden die, nou zo'n sneltest vind ik wel sexy, dat wil ik wel, maar die communicatieve vaardigheden, maar dat doen we sowieso al. Daar moet je iets mee als onderzoeker. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een online nascholing gebouwd, die feitelijk die sneltest als het ware onderwijst en ze krijgen de communicatieve vaardigheden er gratis bij. Die nascholing, dat duurt een uur voor huisartsen, dat is een groot succes geworden. We hebben inmiddels 3000 huisartsen in het land getraind. En inmiddels hebben meer dan 50% van alle praktijken in dit land zo'n sneltestapparaat in hun praktijk. Dus dat is echt geïmplementeerd. Dat is echt een voorbeeld. Tijdens die interviews kregen we ook nieuwe ideeën. Want die dokters zeiden, ja, hoe zit het nou met die kinderen en die kwetsbare ouderen? Zouden we daar die interventies ook kunnen toepassen? Nou, dat wisten we niet. Dus uiteindelijk zijn we daar op basis daarvan ook weer nieuw onderzoek gestart. Dus in die zin gaf het ook iets terug als onderzoeker. Dan iets heel anders. Iets anders alledaags. En dat zijn snijwonden. Nou, snijwonden, simpele snijwonden, die hebben we allemaal wel eens. Als dokter kun je die hechten of plakken. Elke dokter die heeft zo zijn voorkeur, maar eigenlijk weten we helemaal niet wat het beste is voor de patiënt. We zochten dat uit en ik kan u verklappen, plakken is in vrijwel alle gevallen het allerbeste. En we schreven dat op en dat lukt ons in een heel mooi tijdschrift. Maar ook dat vonden we niet genoeg. We zeiden, ja, zo'n Engelstalig tijdschrift, dat leest geen enkele Nederlandse dokter, althans maar weinig. We publiceerden het ook in het Nederlands huisartsenblad, want dat lezen die dokters. En dat zorgde ervoor dat huisartsen gewoon gingen plakken en niet meer gingen hechten voor die simpele wonden. Dus we publiceerden het zowel internationaal, mooi als onderzoeker, maar ook nationaal. Dat deden we ook met een ander onderwerp. Paracetamol voor kinderen met koorts. Nou, hoe groot de open deur kan zijn, moet je dat nog geven als je kind koorts heeft? Het antwoord voor de jonge ouders in de zaal, nee, alleen als het kind pijn heeft. We schreven dat op voor het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde. En inmiddels heeft dat geleid tot een hele mooie discussie tussen kinderartsen, consultatiebureauartsen en huisartsen. En zo krijgen we het langzaam de spreekkamer in om dat consistent te doen. Want we zien heel veel kinderen met koorts in Nederland. 500.000 contacten op huisartsposten elk jaar. En dat is lastig, want ouders zijn bezorgd. Als dokter is het heel lastig om die paar kindjes te identificeren die wel heel ernstig ziek zijn.
Dus we wilden dat beter maken. Dus we zijn weer met alle groepen rond de tafel gegaan. Met de ouders, met de huisartsen, met de telefonistes, met de kinderartsen. En gevraagd, wat kunnen we doen om die zorg consistenter en beter te maken? En dat heeft ons geholpen om uiteindelijk een interactief informatieboekje te maken. Wat met een stoplichtsysteem werkt. Niet voor de dokter, maar voor de ouder. Want uiteindelijk is dat degene die beslist wat hij met zijn kindje graag wil gaan doen. Moet hij naar de dokter gaan? Of moet hij uiteindelijk toch kiezen voor zelfzorg? Of moet hij eventueel een telefoontje plegen? En dit gaan we de komende jaar testen op 16 groothuizersposten in het land. Om te kijken of dat ook echt werkt. Kwantitatief onderzoek. Nou, dit waren in het kort 3 voorbeelden van projecten waar we met kwalitatief en kwantitatief onderzoek, dus interviews en harde cijfers, hebben geprobeerd om die wetenschap die we als groep produceren ook echt die spreekkamer in te krijgen. En ik hoop dat ik enigszins heb kunnen overbrengen waarom je een beetje gespleten persoonlijkheid moet hebben om dat op die manier te doen. Maar ik denk dat het dus wel duidelijk is dat als we echt bruikbare wetenschap voor de praktijk willen genereren, dat we altijd moeten zorgen dat we enerzijds publiceren in de journals die dokters ook echt lezen. En anderzijds altijd kwalitatief en kwantitatief onderzoek combineren. Ik heb de indruk als het over gezondheidszorgonderzoek gaat tegenwoordig dat het heel vaak gaat over wie, welke. En hij komt zo meteen in beeld. Het is een Limburgse vlaai in dit geval. Maar wie welke vlaaipunt nu eigenlijk krijgt in de zorg. En dat gaat vaak om geld. Wat mij betreft is het veel zinvoller om te kijken naar het beleg van die vlaai. En te kijken wat gebeurt er nu in die spreekkamer. En te kijken hoe kunnen we die zorg beter maken. Ik denk dat daar uiteindelijk de patiënt veel beter van wordt en de dokter veel blijer. Dankjewel.